In het boek stond eerst een stuk van een gezegde die ik van een vriend van mij heb gehoord, Robert Benninga. En dat is helaas eruit gegaan. Maar vandaar dacht ik, laat ik er een video over maken. En het gezegde is, of eigenlijk de opmerking is, weet je waarom het gras altijd groener is bij de buren? Want heel veel mensen kijken altijd naar het andere mensen dat ze denken dat ze het beter hebben. En wat Robert altijd zegt is, weet je waarom het gras groener is? Omdat hun meer shit hebben. En shit kan dus als voetbodem gebruikt worden om mooie dingen te kunnen maken. Want zij hebben dat dus verwerkt om een goede bodem te maken waar dingen opgegroeid kunnen worden. En nu is het zo met iedereen in dit leven krijgt shit. Iedereen krijgt te maken met obstakels. En het gaat erom, wat is het perspectief wat je hebt als je een obstakel hebt? En hoe kan je het dus gaan verwerken ten opzichte waar jij heen wilt? Ten bate van jou. En daarom is dat zo'n goed gezegde. Want wij denken altijd vaak, oh, die mensen hebben het veel beter. Maar dat weten we helemaal niet. Dat is ons perspectief over iets waar we aannames in kunnen maken. Het is heel gevaarlijk om aannames te maken zonder te vragen of dat überhaupt wel klopt of niet. Dus ook in het boek gaat het erover, over hoe belangrijk het perspectief is. En als één situatie gebeurt, kan je het van meerdere kanten gaan zien. In dit filmpje gaan we nu zeg maar een foto laten zien. En moet je de eerste gaan denken als je kijkt naar dat foto, wat is het beeld wat je krijgt? Wat voor gevoel komt er bij je naar voren? Want dit is de één kant hoe je naar iets kan kijken. Oké, je hebt nu die foto gezien. Wat denk je dus? Het zijn bepaalde gedachten die bij je naar boven komen of gevoelens. Maar dit is dus één kant om naar te kijken. Want we laten je zo direct de andere kant zien. En dan krijg je volgens mij een hele andere ervaring en gevoel over het wezenlijk hetzelfde beeld. Dus kijk maar. En zo kan je dus zien, afhankelijk van hoe jij kiest ergens naar te kijken, kan je dit beeld krijgen of dat beeld. Maar het is dezelfde situatie. Dus belangrijk is om altijd te kijken, dit perspectief wat ik nu heb, klopt dat 100%? En helpt dat mij om betere acties te kunnen gaan nemen? Want dat is vaak waar mensen fout in gaan, is dat ze ergens in blijven hangen. En het is een perspectief krijgen, waardoor je kan zien, ben ik nu in de best mogelijke staat om actie te gaan nemen? Maar neem dan ook actie. Blijf niet hangen in een bepaalde situatie en zorg ervoor dat je geen veronderstellingen neemt. Want je weet nu ook, waarom is het gras groener bij de buren? Omdat ze meer shit hebben. Jij en ik hebben ook shit. Laten we het in ons voordeel gaan gebruiken. Laat in de comments weten hoe jij vaak met de obstakels in het leven omgaat. Ik ben benieuwd om het te horen.